Bij het Erasmus is een start gemaakt met het opzetten van proeftuinen. Docent David Mulder vertelt welke stap er nu is gezet. Nou, we hebben een intentieverklaring ondertekend, althans onze voorzitter van het bestuur. En die heeft ondertekend dat wij een stuk groen rondom onze school in bruikleen krijgen van de gemeente. En daarop worden verschillende projecten uitgevoerd, waaronder een stuk onderwijs van het stuk grond dat wij in bruikleen krijgen. Een stuk pluktuin van het ROC, van hun constructieve afdeling. En de buurt kan ook individueel een stuk grond krijgen, zodat ze daar allemaal groenten en kruiden en vergeten groenten op kunnen kweken. Mevrouw ten Zeldam, dit is toch een beetje een hartewens van u die in vervulling gaat, hè? Dat is het zeker, want het is toch ongelooflijk zonde dat zo'n mooi stuk grasland, wat eigenlijk verder weinig nut heeft behalve dat het een groen vlak is, nu ingericht wordt voor een tuin. En een tuin die zowel school als educatie kan dienen, maar ook verbindt met de buurt, verbindt met de zorg en verbindt met andere scholen. Meneer Schoenmaker, dit is toch ook iets waar u van harte achter staat? Zeker. Het is voor ons niet alleen een stukje grond wat bij ons als buur dient, zullen we maar zeggen. Maar het geeft inderdaad, zoals de wethouder al zegt, een verbinding naar de wijk waarin we staan. Een verbinding met de bewoners van die wijk. En toch ook wel een activiteit voor de kinderen van deze locatie, waardoor wij als school onze opdracht om de omgeving de school binnen te halen, zowel als de school in de omgeving een rol te laten spelen, volgens ons maximaal kunnen benutten. Ja. Een van de initiatiefnemers is Erik van Veluwe. Hij is buurtbewoner en voorzitter van de stichting De Proeftuinen. Hij vertelt wat zijn stichting doet. Ja. Nou, stichting De Proeftuinen bestaat al sinds 1997. En wat doet de stichting? Die initieert mensen in groene ruimtes waar de gemeente geen plek voor heeft of geen tijd voor heeft, of waar mensen elkaar vinden, rondom groen, en dat willen we dan duurzaam bebouwen en verbouwen. En duurzaam in de zin van dat het behouden blijft. En waarom begon het allemaal? Nou, het begon echt van wat zouden we daar kunnen doen in het groen? Is het niet leuk om daar een proeftuin te maken, een moestuin voor de buurt, maar ook voor de school? Kunnen we die producten niet in de school gebruiken? Kunnen er niet maaltijden van gemaakt worden? Hier tegenover zit Eugenia. Dat is natuurlijk hartstikke leuk om die mensen die daar in het verzorgingshuis zitten, om die erbij te betrekken. Kortom, heel veel ideeën. Maar goed, we zijn nu klein gestart en dat is goed. Aan bestuursvoorzitter Riek Schoenmaker van het Erasmus te vragen wat er met de verbouwde kruiden en groenten gaat gebeuren. Ja, naast een afdeling groen, waar kinderen leren met de natuur en duurzaam hun activiteiten uit te voeren, hebben wij nog andere afdelingen. Een daarvan is de sector horeca, toerisme en voeding. En wij zullen de grondstoffen die we uit deze tuin halen ook zeker benutten bij die afdeling om als ingrediënt verwerkt te worden. Dat de heerlijke dingen die kinderen niet alleen bereiden, maar ook opdienen. En die ook genuttigd kunnen worden. En die samenwerking strekt zich overigens ook uit tot het ROC, die natuurlijk een opleiding op middelbaar niveau heeft voor diezelfde afdeling. Ja, want waar kunnen nou de burgers van Almelo hierin meedelen? Waarin kunnen ze meegenieten? Nou, in eerste plaats delen de buurtbewoners natuurlijk mee, dat mogen duidelijk zijn. Maar daarnaast heeft zowel het ROC als ook het Erasmus in hun horeca, toerisme en voeding afdeling de mogelijkheid om daar maaltijden te komen nuttigen. Die mogelijkheden kunnen gevonden worden op de sites van zowel het ROC als van het Erasmus. En we nodigen graag iedereen uit om daarvan gebruik te maken. Maar voor het zover is moeten de leerlingen aan de slag en moet er nog veel gedaan worden. Dat weet ook David Mulder. Want het is belangrijk dat de eerste oogst er snel komt. Ja, dat is heel belangrijk. En dat wouden ze al voor de zomervakantie wouden ze al een eerste oogst hebben. Dus er moet nog heel wat werk gebeuren.